Volgens de AFID-leiding wordt het dit jaar niet bepaald anders. Slechts enkele aanpassingen die ervoor zullen zorgen dat vooral de veiligheid gegarandeerd blijft. De wandelroutes zijn ongeveer hetzelfde gebleven, maar hotspots zullen er anders uitzien. Geen djugu-djugu en opstoppingen meer. De deelnemers dienen zich om 3 uur 's middags aan te melden bij de BVSS. En de ingang voor hen is niet meer de Johannes Moengra-straat, maar de Powakastraat. Ook geeft Percy Oliveira, de voorzitter van de BVSS, mee dat er tijdens de opening op de eerste dag geen al te lang programma zal zijn. Dit om een vlot verloop van de start te garanderen. Met de deelnemende politieke partijen heeft Oliveira ook belangrijke afspraken gemaakt. Een belangrijk punt is dat de deelnemers van politieke partijen geenszins aanstoot op uitlatingen van anderen nemen. Als blijkt dat een AVD-groep dit toch doet, zal de BVSS-leiding niet schromen om de desbetreffende groep te schorsen voor verdere deelname. Hieraan gekoppeld plaatst Oliveira gelijk de opmerking dat ook toeschouwers de regels moeten naleven en dat zij anderen vrij laten in hun politieke keuze. Momenteel vindt de na-inschrijving plaats en die duurt tot 8 april om 12 uur 's middags. Het aantal deelnemers is nu boven de 5000 en Oliveira sluit niet uit dat het nog drastisch zal toenemen. Hiervoor heeft hij al een plan bedacht. Loop, baas! Ratatatata wina soldate! Ratatatata wina soldate! Wina prete noti! Wina prete noti! Met de politie is inmiddels al concreet afgesproken over de algemene beveiliging. Oliveira rekent op een vlot verloop van dit Surinaams evenement dat ook in het buitenland veel bekijks heeft. Op de website www.bvss.sr kunt u terecht voor meer info met betrekking tot de routes en regels van de BVSS. 1, 2, 3, 4.